Een mens kan niet vliegen. Een mens mist vleugels om te zweven. Zeggen ze. Maar ja, ze zeggen wel meer. In Friesland stond een jongen op die geloofde dat het wel kon. Die met dunne armpjes en beentjes de strijd aanging met de zwaartekracht. Epke luisterde niet naar wat niet kon. Luisterde niet naar pijn. Epke luisterde alleen naar de rekstok. En die wenkte. De rest van ons kon slechts toekijken. Ademloos. En zelf ook een beetje gewichtloos. In Tokio zal de rekstok nog één keer natrillen. Als een laatste applaus voor de man die durfde te vliegen. En wij? Wij vlogen allemaal een stukje mee. Wat hij heeft gepresteerd, ja, daar ben ik echt heel trots op dat hij dat kan. Als je een doel voor eieren haast, dan komt er altijd. En daar ben ik heel grutsch op.